Een tank en een skateboard combineren. Dat is vet. Maar omdat een tank met skatewieltjes nou helemaal geen gezicht is, besloot ik inmiddels alweer bijna een jaar geleden om rupsbanden onder een skateboard te zetten. Deze achterkant alleen weegt 21,7 kilo. 22 kilo, dat is best wel veel. Dus een groot deel daarvan zit hem in die rupsbanden met die aluminium blokjes. Die zijn best wel zwaar, dat weet ik nog niet of ik die ga aanpassen. Maar ook dit frame wat hieronder zit is veel te zwaar uitgevoerd. Ik heb dat toen zo gedaan omdat die CNC frees die ik toen had, die kon wel aluminium frezen. Maar liever niet, dus ik heb niet heel veel meer weg gehad dan nodig. Nu kan dat wel. Dus wat ik ga doen, ik ga dit hele frame van het skateboard afhalen, uit elkaar halen. En nog meer materiaal weghalen. Ik heb ze vastgezet met het idee dat ze niet meer los hoeft, hè? En dat is redelijk gelukt. Om deze platen lichter te maken gebruik ik Generative Design in Fusion 360. Met Generative Design laat je eigenlijk Fusion voor jou ontwerpen. Dit wat ik hier heb is het oude model zoals ik hem eerst gemaakt had. Alleen om met Generative Design te gaan ontwerpen moet je een paar stappen doen. Als eerste maak je de parts aan voor de delen waar de krachten op gaan komen. In dit geval zijn dat de schroefpunten. Ook geef je aan waar hij wel en geen materiaal mag gaan plaatsen. In dit geval had ik de oude platen die ik al gefreesd had en die wilde ik gaan gebruiken. Dus hier heb ik helemaal omheen materiaal getekend en aangegeven dit mag je niet gebruiken. Zo weet ik zeker dat hij alleen de platen gebruikt zoals ik die al heb liggen. Vervolgens geef je aan waar de krachten zijn, in dit geval dus op die schroefpunten, waar de bevestigingspunten zitten, die je als vast moet beschouwen. En als laatste kies je ook nog eens de productiemethode. Hier moet je natuurlijk even over nadenken, maar dan komt hij wel met hele goede ideeën. Dit is wat je dan krijgt. In deze uitkomst die we nu bekijken heeft hij het helemaal drie assen gefreesd met één keer omspannen. Je ziet hele vrije organische vormen, ziet er super vet uit, maar iets complexer dan ik wilde doen. Ik ga dus voor deze versie, die is ongeveer net zo zwaar, alleen deze is 2,5D. Dus wel diepte stappen, maar eigenlijk vooral de contour. En geen ingewikkelde gekromde vlakken. Als eerste heb ik van Pom een simpele plaat gemaakt met wat gaten waar ik hem op vast kan zetten, zodat ik precies weet waar die ligt. Want ja, ik had natuurlijk al mijn basisplaat. Met een eensnijder frees ik vervolgens al het hopelijk overtollige materiaal weg. En zoals je ziet gaat er best nog wel een heleboel materiaal vanaf. Met deze freesmachine gaat het een stuk sneller dan de oude en hij is nu ongeveer een uurtje bezig om deze grote plaat een stuk kleiner te maken. Na deze eerste plaat doen we ditzelfde trucje ook nog voor de andere platen totdat ze allemaal geweest zijn en ik hem weer in elkaar kan gaan zetten. En als je ze dus gaat frezen na dat Generative Design komen er dus van dit soort gave onderdelen uit. En dit is dan 2,5D gefreesd, oftewel in bepaalde hoogte stappen en in natuurlijk deze assen. Maar je kan hem ook nog 3D frezen dat hij helemaal zo gaat. Je kan ook zeggen dat je helemaal geen grenzen opgeeft als je het bijvoorbeeld gaat metaal 3D printen. Wat ik best wel een keertje zou willen proberen. Maar dus dit ziet er heel gaaf uit en het is best wel heel veel lichter geworden. Wat ook nog zo is, is dat ik nu nog heb opgegeven natuurlijk dat hij de huidige contour, de platen die ik al had, moest gebruiken als startmateriaal. Als je dat niet zou doen, zou hij misschien nog wel met een heel ander idee komen. Maar ja, ik ben hier tevreden over. Ik ga het in elkaar zetten. En dan hopelijk is het nog sterk genoeg. Met het uit elkaar halen kwam ik er alleen achter dat één van de wielen scheef was gaan zitten. De bout was een beetje losgeraakt en door de kracht was die helemaal scheef gedrukt. Nou zat hij ook met hele kleine busjes ertussen, eigenlijk gewoon stukjes afgezaagde buis. En dat is natuurlijk niet optimaal voor je moment. Of nou ja, eigenlijk voor je moment is het juist wel optimaal. Maar daardoor komen er heel veel krachten op je onderdelen. En dat willen we niet. Dus die ga ik ietsje beter uitvoeren met een moer die ik zelf maak. Op deze manier kan ik de bout super strak aandraaien en heeft hij een grote flens waar hij tegen rust. Nu ik hem toch helemaal uit elkaar heb liggen, vervang ik ook gelijk de aandrijfpoelie.
Deze pulleys die had ik eigenlijk al direct na de eerste test besteld, maar ik was er nog niet aan toegekomen om ze erin te zetten. De originele pulley had 20 tanden en deze gaat terug naar 15. Op deze manier heb ik met de lage snelheden wat meer koppel. En dat is toch waar het skateboard eigenlijk voor bedacht is. Die 45 km per uur topsnelheid die hij eerst zou kunnen theoretisch, die is toch helemaal niet leuk op zo'n board. Dus meer koppel, it is. De punten die ik de vorige keer ook echt nog anders wilde doen, en alleen niet toegekomen was nog, was de onderkant. Hier nu ja, komt hier alle zooi gewoon langs. En die motoren die draaien hier ook. Kijk, en daar wil ik niet te veel zand op hebben. Dus ik ga dat natuurlijk niet helemaal kunnen voorkomen. Maar wat ik ga doen, ik ga van aluminiumplaat, dit heel dun, 0,5 mm geloof ik. Dun in ieder geval. Hier gewoon een klein plaatje maken. Ik zei, het gaat niet alles voorkomen, maar het gaat wel helpen. Behalve dat er hieronder bescherming komt voor de motoren, komt er ook hier wat bescherming in de vorm van spatborden. Zodat je niet zo heel veel last hebt van opkomend zand, modder en andere troep. En dat je wat minder snel hier in de rups komt. De spatborden komen ongeveer tot hier, dus je ziet hier nog wel die rups van, wat vet is. En dan komen ze dus hier. Spatborden ga ik maken van carbon en daarvoor ga ik wat nieuws proberen. Wat nog niet helemaal standaard is volgens mij. Ik heb deze twee malletjes geprint en dit is de binnenkant en de buitenkant als tegendeel. En normaal gesproken zou je of één deel maken, zak er, carbon erop, zak eromheen, vacuüm trekken. Of op die manier zoals de epoxy zo met infusie er doorheen trekken. Of je maakt een tweedelige mal en dan doe je dus ook inderdaad met vacuüminfusie de epoxy er doorheen trekken. Ik heb geen vacuümpomp, maar wel lijnklemmen. Dus wat ik ga doen, hier ga ik gewoon epoxy opdoen, carbon, epoxy, carbon, epoxy, carbon, epoxy, carbon, laag of 4, volgens mij klopt het. En dan doe ik deze erop, tegendeel, zo. En dan zet ik er gewoon een paar lijnklemmen op, om het gewoon mooi strak aan te drukken. En hopelijk krijg ik dan ongeveer hetzelfde effect. De kans van dit project is Silicon Zamor. Voor dit project heeft Silicon Zamor de epoxy geleverd en de carbon die ik gebruik voor de spatborden. Dat is deze high temperature epoxy. Tot 140 graden kan die. Maar ze hebben eerder al veel meer geleverd voor dit skateboard. Zo hebben ze namelijk het rubber geleverd dat ik gebruikt heb om de blokjes te maken voor de rupsbanden. Die heb ik helemaal zelf gegoten. Als je dat nog niet gezien hebt, check even de vorige video. En ook als je het dek zou willen maken, dat heb ik ook helemaal gemaakt uit carbon en epoxy, kunnen ze dus ook leveren. Dus, wil jij zo'n soort project doen of compleet iets anders met gieten, check dan even Silicon Zamor. De carbonmat had ik al op maat geknipt, dus ik kon gelijk beginnen om de epoxy te mengen. En wat mij heel cool leek, is om er een beetje een blauwe gloed in te krijgen. Dus daarvoor heb ik in de epoxy wat blauwe kleurstof gemengd. Zoals je ziet, het wordt lekker blauw. Maar, denk je dat het gaat lukken voor het eindresultaat? Ik ben wel benieuwd, laat het even weten in de comments. Na de mal ingesmeerd te hebben met een paar lagen lossingsmiddel, smeer ik eerst een laag epoxy op de mal. Hier leg ik vervolgens de eerste carbonmat op. Vervolgens weer wat epoxy en vervolgens pak ik daar de tweede carbonmat op. En die heb ik 45 graden ten opzichte van de eerste geknipt. Op deze manier, door ze 0,90 en 45,45 te knippen, krijg je een hele stijve verbinding die in alle richtingen dus sterk is. De epoxy kan je er lekker dik tussen doen, want straks met de lijmklemmen knijpen we alles ertussen uit wat je niet nodig hebt. En zo weten we in ieder geval zeker dat er overal genoeg epoxy gaat komen. Pak hier wel even oude lijmklemmen voor, want het gaat overal komen. En wil je er nou echt wat zuiniger mee zijn, smeer ze dan even in met iets vets zoals vaseline, dan blijft de epoxy niet zo hechten. De mal bleek dus toch iets vaster te zitten dan ik aanvankelijk gehoopt had. Dit komt omdat ik eigenlijk alleen de contactvlakken van de spatborden had ingesmeerd met lossingsmiddel en de zijkanten verder niet. Dus hierom zaag ik de zijkanten van de mal af, om zo alle epoxy die er echt aan gehecht is los te maken. De mal is groot zat, dus dit kan ik prima twee keer doen. Wacht! Vergeet ik niet iets? Jawel, een masker natuurlijk. Carbon is echt troep om te zagen. Het komt overal, het is slecht voor je longen en het glijdt ook nog eens elektriciteit. Dus doe dit zo min mogelijk. Doe het in de buitenlucht, doe het met afzuiging en pas vooral goed op jezelf. Hier, kijk. Die goede oppervlakte, die had ik wel netjes ingesmeerd.
Maar was het genoeg? Ja. Zo. Wat wordt je hoor. Het zijn ook maar 4 laagjes gewonnen. En best wel gaaf. Dan moet ik dit nog op maat gaan zagen. Ik ga het eerst een beetje schuren dat het weer mooi wordt, dit eraf. En dan templateje erop kan ik het mooi op maat zagen. Vervolgens monteer ik de spatborden op de 2D geprinte beugeltjes. Nu alleen nog eventjes de motors inregelen. En dan kunnen we gaan testen.